op deze regenachtige zaterdag. Het zijn de laatste loodjes voordat wij op vakantie gaan. Nicky en ik zijn beide heel druk met voorbereidend werk. Het werk een beetje afsluiten wat we allemaal hebben liggen. En dadelijk gaan we naar dat zonnige Gran Canaria. Gaan we lekker genieten op vakantie. Maar voordat het zover is, moeten er nog een paar dingen gebeuren. En dat is onder andere naar de IKEA gaan. Dat is wel heel leuk. Dus daar wilde ik jullie sowieso mee naartoe nemen. En dat is dus voor Nicky's werk. Hij heeft een nieuw pand dat ingericht moet worden. Nou, de apparaten, daar zijn we al mee bezig. Mijn nagels. Ze hebben daar de prijs voor betaald. Er zitten gewoon hele zwarte randen onder. Mijn vingers zijn ze überhaupt zwart. Maar ik weet niet of je dat kan zien op de camera. Maar ik mag dus ook de prullaria voor ze halen bij de IKEA. Zoals handdoekjes, theedoekjes, vaatdoekjes, een toiletmeubel, noem maar op. Dus dat gaan we nu doen en ik ga jullie meenemen en daar heb ik heel veel zin in. Het is niet normaal druk. Je verwacht het niet op een regenachtige zaterdag. Ja, dus aan de bak. Tasje mee. Dit vind ik dus heel leuk. Past helemaal niet in ons huis. Maar ik vind die wel echt heel leuk. Zo zonder armen. Leuk voor op een slaapkamer of zo. Maar dat past bij ons niet. Oké, hier hebben we de magnetron. Ik heb hem opgeschreven even op een stukje. Deze gaat mee, want het hoeft geen hele speciale magnetron te zijn. Gewoon eentje die je neer kan zetten. Oké, ik moest dus ook kijken voor een kapstok met bergruimte eronder. Dus daar zou dit onder vallen, maar ik weet niet. Ik vind het een beetje suffen. Het moet eigenlijk wat stoer zijn. Deze tafel. Is op zich een goede, dus stelling 27 vak 20, moet ik opschrijven. Het bankje en de tafel is eigenlijk precies wat Nicky wilde. Of ik dit dan mee ga nemen, denk ik niet, maar dan kunnen we hem bestellen. Het is druk, maar ik ga het toch niet overslaan. De ballen. Yo, de ballen van Ikea. We gaan ervoor in de rij staan. Ik ben inmiddels beneden aangekomen en hier is het gelukkig iets rustiger. Er is nog steeds een hoop mensen. Ik ben mijn kabeltje aan het volladen, maar ik twijfel dus een beetje met wat voor badkamermeubel ik ga maken daar. Ik wil ook niet te vol. Dus ik dacht eraan om twee van die kistjes op elkaar te zetten. Dan in de onderste gewoon aanvullen met wc-rollen. En dan de bovenste zit er dan een deo'tje in. Een bakje voor tampons, maandverband. Allemaal dingen om je op te frissen. Dus dat is het idee nu. Dit patroontje vind ik leuk. Dus wat ik ga doen, want deze is 9,44. Ga ik deze halen en dat patroontje er gewoon op maken. Of ik neem zo'n grote. Dat is ook wel leuk. Een grote of een kleine. We moeten wel een nieuwe mat. Dus misschien een grote ook wel handig. Ja, dat is te groot. Ik ga voor de kleine. En die ga ik dan met verf. Dat heb ik al eerder gedaan met onze oude die er nu ligt. Dat zal ik laten zien. En dan, dit patroontje is trouwens ook leuk. Die kun je letterlijk gewoon maken van die. Dat is ook wel heel leuk. Nou ja, ik heb allebei de patronen gezien. Dus nu hoef ik het alleen maar na te maken. Nou, 3 uur verder. Maar ik sta inmiddels met een niet gevuld wagentje in de rij. Ik merk toch dat ik minder beslissingen durven te nemen voor Nicky's pand dan ik dacht. Het is inmiddels 5 uur. Ik vertrok om 1 uur om dit allemaal te gaan doen. Dus dat betekent dat ik
4 uur lang bezig ben geweest met die verschrikkelijke IKEA. Ik dacht even, hup. File, drukte, parkeren. Nou, noem maar op. Je kent het misschien wel als je op een drukke dag naar de IKEA gaat. Maar ik ben inmiddels thuis aangekomen. Dat betekent dat ik ook even mijn vlogcamera weer kan pakken hierna. Ik zal laten zien wat ik allemaal gehaald heb. En ik ga het meteen denk ik even in elkaar zetten. Want dan weten jullie hoe ik het in mijn hoofd had zitten. Want ik had een idee erbij. En ik hoop heel erg dat Nikki het leuk genoeg vindt. Maar dat zal vast goed komen. Ik ga nu in ieder geval naar binnen. Zo, dat is een betere kwaliteit, sorry, van camera. Zo, ben weer thuis. Ik moet even landen. Ik ben vanaf 8 uur vanochtend op pad. Voelt gewoon als een werkdag en het is zaterdag. Ik ga even laten zien wat ik allemaal gehaald heb bij de IKEA. We hebben een nieuwe deurmat. Ik had van de week al pampertjes gehaald. Die lagen nog achter in mijn auto. Ook dit lag ook achter in mijn auto. Had ik dus van de week al gehaald. Maar nog niet eruit gehaald. 4 gebakken bordjes en 4 grotere bordjes. 2 van die kistjes. Die ga ik zo in elkaar zetten. En dan kun je het zien wat ik daarmee bedoel. Dit moest ik van Nikki houden. Een lijst. Daar doen ze vaak posters in van huidige acties die lopen. Of challenges. Nou, dit gaat ook, nou dat zul je zo zien, hier doe ik dan de tampons en maandverband in. Dit plantje vond ik dan wel leuk om op die wc dan erbij te zetten. Wij zijn altijd dit blokje kwijt thuis en ik vind hem heel handig, dus ik heb er nog één gehaald. Ik heb dus geen saladebestek, dus die had ik ook gehaald, gewoon voor mezelf. Dit is trouwens een wortel, is voor kracht en van die haakjes, ook voor kracht. En deze zakjes heb ik in verschillende maten gehaald. En die zijn echt heel handig. Dus daar heb ik er ook een paar van gehaald. En deze moest ik meenemen voor mijn broer. Dus dat heb ik gehaald bij de IKEA. Oké, ik ga even dit in elkaar zetten. Nou, ik heb hem af. Wat ik dus in gedachten had. Was zo. Dit zet je dan in de hoek van de toilet. En nou, dit is een echte plant. Dus geen neppen. Dus die moet wel water hebben. En dan heb ik hier maandverband en wat tampons. Hier op een bakje, hier kan ook deo in. En dan, als je deze afteelt, kunnen hier de overige wc-rollen in. Zodat er nooit iemand zonder wc-rollen komt te zitten. Dus dit is af. Tijd om naar boven te gaan. Niels, ik bezig met deze vlog te editen. En ik had ook nog wat beelden van het van het nieuwe pand van Nikki, waarin wij alle fitnessapparaten aan het uitpakken zijn en in elkaar aan het zetten zijn. En ik wilde jullie die vlogbeelden niet onthouden. Dus hierbij nog wat extra vlogbeelden. Ik heb hier heel weinig vast gemaakt. Ja, je hebt dachten wij de vorige keer ook, dus dat is de beste keer weer week op. Ik zeg, dat is zo lelijk hè. Ik zeg dat ze dat dan zo hebben gedaan. Gewoon even die stoel zeggen, ja. Ik zie hier trouwens geen contact. Jullie bij die andere ook altijd. Je matcht wel bij de assault bike. Rood en rood. Ja. Yes, dat was deze vlog weer. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie heel graag bij een volgende video. En tot de volgende keer. Doei doei!